Ja, u heeft gezegd dat die golf, ik zie u rijden net voorbij de afrit op Koude A2-rechts. Ja, ik kan gewoon naar het stuur. Snelheid de verkeersbeeld komen? Ja, verkeer staat rustig, snelheid 110, 43.6. Zal ik volgens mij even aanrijden? Ja, goeie. Ja, precies dat. Luister jij mee bij de LA? Op de afrit. Ja, definitief afrit Haarheim. Zo, gaan we rennen de A2 op. Gaan rennen de A2 op. Ik dacht dat rennen de snelweg op. Ren de snelweg op, is ontvangen. We gaan kruisen zetten. We gaan de A2 kruisen, of zo, ik ga het weer bellen door. In de term, we zijn aan het bellen met Rijkswaterstaat. Melding is gedeeld met OC Utrecht, over. 0518 Midden-Nederland vanaf Maars richting Breukelen, A2. Ja, 0518 is ontvangen, dank u wel. Is je aan de overkant? De rent nu op links is ontvangen. Denk aan uw veiligheid. Welk hectometerpaaltje ongeveer? De hoogte van Haarrein 53 rond over. De helft gaat keren. Oh, sorry, 21 heeft zicht. Ik rijd parallel mee op rechts. Hij rijdt dus nog steeds richting Utrecht, hoor. Richting Amsterdam. 53, 6 per minuut. Ja, is ontvangen. Noordelijke richting, rest hier richting Amsterdam. Zit hij hier achter mij? Correct, hij gaat achter de geluidswal. Hij gaat achter die geluid. 53, 6 op links. Dat is het einde van de geluidswal. Ja, wij rennen nu over de vluchtstrook. En nu de bossages in, achter de geluidswal. Hij is bij haar Rijn overgestoken. En dan is hij door de sloot. Kom dan maar deze kant op. Ja, hij ligt in de sloot OC. We hebben contact. Hij ligt aan de overkant. Ja, kom dan maar. Ja, ja, op adem komen kan hier. Ja, dat haal je prima. Gewoon even rustig lopen. Beter zo. Klim er zelf maar even uit. Zeg maar, hij is inmiddels... Ja, hij is aangehouden. Eentje rennen? Moet je anders aangehouden? Ik heb boete openstaan weer. Wat zeg je? Ik heb ook boete openstaan. Ja, kerel, dan ga je toch geen snelweg voor oversteken? Nee, je wil niet zomaar doodgereden worden, bedoel je? Je kan niet zwemmen. Je gaat een snelweg oversteken. Alleen voor een paar boetes. Ja. Anders ging ik naar binnen toe wel. Ja, kerel. Ik wil het eerst regelen. Ik heb al voor de autoboetes een regeling. Nee, dan kan je beter het gesprek gaan en wegrennen. Hey, je mag even opstaan. Even daar weer lopen. Heb je het erom? Ja, gewoon zo. Mijn zakken. Ja, doe ook je zakken. Doe je echt zakken. Heb je dat ook gehad? Ja, alles anders gewoon. Ga je voor de 7 euro of 8 dagen? Ik kan niet betalen, natuurlijk. Je kan niet betalen? Jawel, in mijn zak. Ja, waar ben je nou weg? Lang, want als het goed is, staat er nog iets van mij open. Ja, dus als goed even is, kijken. Als goed is, zoeken jullie mij nog voor iets. Dus. Oh, ja, we gaan wel even kijken. Dan, dat vind ik net al, maar ik ben een beetje wijd te ademen. Dus. Hey, we gaan even die kant op lopen. Ja. Ik geluid al dat het een beetje omhoog. Dan mag je even gaan zitten. En er komt een collega met een busje hierheen. Daar ga je zo meteen in vervoerd worden.
hier even rustig blijven zitten. Nou, weet je wat het is? Deze meneer is de snelweg overgestoken. Ik weet niet of hij de kaas uit, maar ze moesten helemaal hem niet hebben. Ze moesten de andere persoon hebben. Deze gast dacht dat hij heel veel boetes open had staan. Daarom is hij de snelweg overgestoken de sloot ingesprongen. Maar inmiddels is hij erachter dat hij maar 500 euro open heeft staan. En dat heeft hij gewoon bij zich. Dus hij is in principe aangehouden voor artikel 5. Voor het feit dat hij de snelweg is overgestoken. Maar dat kunnen we ook met een bekeuring afdoen. Dan zou ik hem even op de speaker kunnen zetten. Dat hij telefonisch afziet van zijn voorgeleiding. Dan gaan we hem alsnog wel even meenemen. Want we kunnen hem hier niet achterlaten. En hij moet even een overall hebben. Want hij is natuurlijk helemaal doorweekt. De reden dat ik jou aan de telefoon heb, is dat officieel hebben de collega's jou aangehouden. En niet zozeer omdat je dat geld nog moet betalen, maar wel omdat je een gevaarlijke situatie hebt gecreëerd op de snelweg. Ja, dat begrijp ik ook. En formeel gezien, als je aangehouden bent, word je zo snel mogelijk voorgeleid bij het hulpofficier van justitie. Die gaat kijken of dat jouw aanhouding terecht is of niet. Ja. Nu is jouw aanhouding wel terecht, maar nu is mijn vraag aan jou. Of dat je akkoord gaat met het afzien van jouw voorgeleiding. Want in principe kan jij, nadat je een droge kleren hebt gekregen, en je boete hebt betaald, er weer vandoor. Ja, natuurlijk, als dat zou kunnen, dan doe ik dat. Oké, dan spreken we dat bij deze af. Hey, 2006, cel 21-06, hallo. 21-06. We krijgen nog vanuit, nogmaals vanuit Utrecht de bevestiging dat u gewoon richting Maarsen kan met de verdachte houden. Ja, duidelijk gaan we dat doen. Ja, is ontvangen. Die zijn nog goed op de hoogte. Melding is gedeeld met... collega Oost Utrecht, netjes gewerkt daar. En dan hoor ik graag even naar alle collega's op links wat daar nog gedaan moet worden nu. Kijk, vervelende handboeien af. Mag je even al je kleren uittrekken? Niet omdat ik dat zo graag wil, maar dat is voor jouw gezondheid. Die mag je even daar neerleggen. En dan heb ik hier een overal voor je. Dan kan je die aantrekken. Echt, op welk moment dacht je dat dit een goed idee was? Ja, je had ook de andere kant kunnen rennen, daar jeuken van, was je meteen de sloot in gegaan. Ja, dat was wel even. Had wel even een rijbaan of 10 geschild. Ja.